Hoi. Nee, dat is lang geleden. Geweldig, kom binnen. Oké, joh. Nou, ik heb een bloemetje voor je meegebracht. Wat prachtig, dankjewel. Alsjeblieft, ga zitten. Oké, dank je. Kan ik wat koffie voor je inschenken of thee? Oh, lekker. Ja, koffie. Ja, ook. Ja. Dat ben je ontzettend goed. Ja, dat is een aquarel. En dat doe ik de laatste tijd wel wat meer. Hoe heb je mij eigenlijk gevonden? Via Facebook. Daar zag ik aquarellen. Ik dacht, nou, jouw naam erbij. Ik dacht, dat kan niet anders dan van Corrie zijn van vroeger. Wat leuk. We kunnen boven zo meteen even kijken. Ik heb daar mijn werk en dan kan ik laten zien wat ik heb en hoe ik het doe. Misschien vind je dat leuk? Ja, natuurlijk vind ik dat leuk. Graag. Zo, zullen we naar boven gaan? Ja, prima. Mijn schildersdomein, zal ik maar zeggen. Leuk, leuk, leuk. Nou, ik heb me laten vertellen ooit dat aquarelleren heel moeilijk is, want het is water en het vloeit weg ja, op papier. Dat klopt. Het is een van de moeilijkste technieken, maar het is ook heel leuk, heel verrassend. En wel altijd met water. Ik wil je wel laten zien hoe het ongeveer gaat, want ik ben met één bezig. Oh, dat is leuk. Dat wil ik wel zien, ja. Ik heb altijd schoon water en een dikke kwast, daar blijft veel water in. Dan kun je iets nat maken, vooral. Kijk, en die onderwerpen moet je dan één voor één doen, anders vloeit het te veel in elkaar over. Ik moet natuurlijk eerst drogen, denk ik. Soms wel, ja. Niet altijd, want er is een techniek dat heet nat in nat. En dat kan heel verrassend leuk zijn. Okay. Dan vloeien de kleuren in elkaar. Dan heb ik nooit geweten dat het zo ingewikkeld was. Ja, ik denk altijd dat iedereen het kan leren, maar dat schijnt toch niet zo te zijn. Alles wat er is, wat je doet, dat kan, lijkt mij. Als je het maar probeert. Ja, dat is super waar. Maar je moet natuurlijk wel een klein beetje in je hebben hoe je tekent. Maar vroeger kon je hartstikke leuk tekenen. Ja, dat was mijn lievelingsvak. Ja. Hier heb ik wel wat werk, zeg maar, wat ik de laatste jaren heb gedaan. Oh, ik vind die heel erg mooi. Ja? Ja, die kleuren. Ach, die is zo leuk. Ja, bloemen doe ik ook heel graag. Mensen. Shit. Nou, het gaat je goed af, joh. Dank je. Kijk, dan zet ik hier nog eventjes een streekje verf in. Maar ik kan hem natuurlijk niet helemaal afkrijgen nu, want dat vraagt te veel tijd eerst. Maar zullen we dan nog even naar beneden gaan? Dan kunnen we nog even verder babbelen. Ja. Ik heb nog een paar aquarellen meegenomen. Als je er één mooi vindt, mag je die wel meenemen. Oh, kijk maar even snel. Meisje met de rode rok en de viool. Leuk joh. Mag ik die echt? Ja. Nou, heel verrassend. Dank je wel, meisje. Nou, voordat je weggaat, wil je nog iets drinken? Nou, heel graag. Geef mij mijn glaasje water. Oké.